In de stromende regen vertrekken de resterende 152 renners voor de slotrit. Het zou wel eens een gevaarlijke etappe kunnen worden, omdat de wegen en dan vooral de kasseistroken spekglad zijn. En met dit weer lijkt de voorsprong van 6 seconden voor leider Tyler Farrar natuurlijk helemaal niets meer. En misschien zet het weer dan toch deze Delta Tour Zeeland nog op zijn kop op de allerlaatste dag. De renners hebben er zin in. Ze rijden zeer snel en de beginsnelheid is gemiddeld 53 km per uur. En richting de eerste kasseien weten er 7 renners te ontsnappen uit het peloton. Met daarbij Johnny Hoogeland uit Ierseke. Hij heeft er zin in vandaag. Hij wil zich laten zien. Op de eerste kasseistrook is dit Philippe Gilbert, de topper van Silans-Lotto, op kop. Het peloton is dan al een lang lint en de voorsprong van de 7 is 15 seconden. Dit zijn de leiders. Op kop Johnny Hoogeland. In zijn wilse ploeggenoot Bobby Traxel. Daarachter Bram de Groot en Maurice Vrijmoed. Philippe Gilbert, de Spanjaard Inzaguirre. En dan Ricardo van der Velder en sprinter Kenny van Hummel. Even later zien we Van der Velde, de zoon van Johan overigens, alleen rijden. Hij is ploeggenoot van Tyler Farrar en moet wachten op het peloton. Hij moet daar gaan werken om te zorgen dat de groep niet te ver weg rijdt. Het gat is op dat moment 40 seconden. De 6 blijven dan over. Een mooie groep, hoor hier Philippe Gilbert. Dit jaar al 3e in de Ronde van Vlaanderen. Deze man werd daar 12e, Johnny Hoogeland. En dit is Maurice Vrijmoed, rijdend voor de nationale selectie. 20 jaar jong en 1,95 meter lang. Zijn ploegmaat Bram de Groot, winnaar van de Ronde van Midden-Zeeland in 2005. En hier in het wit Kenny van Hummel. Hij kreeg gisteren een boete omdat hij tijdens de wedstrijd iemand een gebroken neus sloeg. En dit is Bobby Traxel, ooit de jongste wielerprof van Nederland. Maar hij kende heel veel blessureleed in zijn carrière. Na 34 kilometer dan de eerste belangrijke tussensprint voor de seconde. En het is Traxel die wint, denkt hij, want er staat iemand met een gele vlag. Maar het is onduidelijk, want er ligt geen streep. Traxel trekt nog even door. En daar staan dan de officials. Dus daar zou dan de officiële streep moeten liggen. Het is compleet onduidelijk waar het punt is. Een blunder van de organisatie. 5 kilometer verder is het Kenny van Hummel die het alleen probeert, want de rest van de kopgroep is ingelopen. Er is hard gereden het eerste uur, 47 kilometer gemiddeld. En dan is het peloton in het voordeel en van Hummel wordt ook teruggepakt. Even later weer 4 koplopers. Stefan van Dijk, winnaar van de Ronde van Midden-Zeeland in 2003, probeert het samen met Mitchell Dokker van Skill Shimano, Liewe Westra van Vakantselei en Geert Omloop van Palmans. Hij werd in 2003 tweede in de Ronde van Midden-Zeeland, achter van Dijk. De 4 koplopers mogen wegrijden en hebben na ruim 65 kilometer bijna 2 minuten voorsprong. En de controle is er bij de Garmin-ploeg van klassementsleider Tyler Farrar. De kleding gaat uit in het peloton, want het weer is een stuk beter geworden. Farrar zit hier in het blauw in het 4e wiel, met voor hem Hans Dekkers uit IJzendijken, die hem veilig over de Zeeuws-Vlaamse wegen moet loodsen. In de kopgroep krijgt Mitchell Dokker het ook warm en hij trekt zijn overschoentjes uit. Mitchell Dokker is nog maar 22 jaar, komt uit Melbourne en wordt gezien als een groot talent. Een goede hardrijder, zoals er momenteel veel talent uit Australië komt. Het wielrennen is daar echt in opkomst de laatste jaren. Na 80 kilometer koers, vlakbij Groede, werken de 4 nog steeds goed samen. De voorsprong is 3 minuten en 15 seconden. Met nummer 71 is dat Stefan van Dijk. Hij werd in 2005 een jaar geschorst omdat hij een dopingcontrole ontliep. En is daarna nooit meer op zijn oude niveau gekomen. Halverwege de etappe nog steeds de 4. Liewe Westra op kop. Van Dijk als tweede. Mitchell Dokker in zijn wiel. Met nummer 85 voor de Skill Shimano ploeg uit Nederland. En in het laatste wiel Geert Omloop. Met nummer 147. Hij heeft aan de onderkant van zijn mouw een Belgische vlag. En dat is omdat hij in 2003 kampioen van België werd. Hij won dit jaar ook zeer verrassend de Ronde van het Groene Hart. In het laatste wiel Liewe Westra. Het beest uit Friesland is zijn bijnaam. In de jeugd een groot talent, maar hij ontdekte toen de gabbermuziek en de dingen die daar vaak mee gepaard gaan. Het peloton besluit dan dat het genoeg is geweest en begint onder aanvoering van de nationale selectie in Rabobank-shirts te gaan rijden. En de 4 zien hun voorsprong slinken naar ongeveer 1 minuut met nog ongeveer 70 kilometer te rijden. Dat het zwaar is, is hier goed te zien aan Mitchell Dokker.
Op de Timmermansweg zijn er twee man van Cervelo aangesloten bij de vier leiders. Het zijn Hayden Ralston uit Nieuw-Zeeland en de Duitser Marcel Reimer. Ze zijn de gelederen komen versterken. Nog 50 kilometer koers en daarachter is het peloton in groepjes uiteengevallen. Onder aanvoering van de nationale selectie is dit de eerste groep van ongeveer 25 renners. Met Tyler Farrar in het blauwe shirt, hier in beeld. En ook Alessandro Petacchi en Johnny Hogeland zitten erbij in deze groep. Hier op de Boekhoutenweg worden de koplopers gepakt, want er zit weer een bonificatiesprint aan te komen in Filipijnen. Hier op de rug met 157 de veldrijder Sven van Toerenhout, die dit werk goed aan kan over de kasseien. Voor de sprint maken de mannen van Cervelo tempo. En het is Tyler Farrar in het blauw die er al naast zit en heel makkelijk overheen komt. En hij wint zo voor Reimer en Hunt en pakt drie belangrijke seconden. Net na Filipijnen is de finale echt begonnen. Nog 44 kilometer te gaan en Bram de Groot trekt hard door. En hier in het eerste peloton van ongeveer 25 man, Tyler Farrar in de derde wiel. En hij weet dat hij hele belangrijke seconden heeft gepakt richting de eindoverwinning. De 25-jarige Amerikaan uit Wenatchee. Onderweg naar de eerste doorkomst in Terneuzen zijn er vier man weggereden. Dit is Liewe Westra, naast hem in het zwarte snelle Duitser Marcel Reimer van de Cervelo-ploeg van Jean-Paul van Poppel. In het Rabobank-shirt Bram de Groot. En van Skill Shimano de Parijzenaar Houanaar. Ze hebben ongeveer 25 seconden voorsprong. Veel publiek bij het binnenrijden van Terneuzen. De vier hoeven niet te sprinten, want er zijn geen seconden te verdienen. En ze moeten vanaf hier nog 31 kilometer rijden. Een mannetje van Garmin op kop van het peloton. Skill Shimano probeert af te stoppen, want ze hebben iemand in de kopgroep zitten. Maar de vier mogen niet ver weg rijden en zullen ook worden gepakt. Gaan we af op een massasprint of krijgen we nog ontsnapping in de laatste paar kilometers? Bij het afdraaien van de platte dijk bij Axel is er één man alleen. Het is Alessandro Petacchi. Hij is weggereden bij de rest. Probeert hij dan zo Farrar te verrassen? Zijn achterstand in het klassement is 9 seconden en hij moet dus winnen. En Farrar moet niet in de top 3 eindigen. En dan wint Petacchi de Delta Tour Zeeland dankzij bonificatieseconden. Hij lijkt de sprint dus niet af te wachten, maar hij kijkt onder zijn arm door en ze laten hem natuurlijk niet rijden. Even later wordt hij gepakt door een groepje van een man of 10 met nog 10 kilometer te gaan tot aan de finish. En dan is er weer een ontsnapping. Het is Baden Cook van Vacan Soleil, een ervaren Australiër. En dan krijgt een mannetje mee en dat is Philippe Gilbert. En die twee moet je niet weg laten rijden, want ze kunnen allebei heel erg hard fietsen. En ze weten hoe je zoiets moet aanpakken in de finale van een wedstrijd. Bij de skihal zitten de twee nog vooruit. Gilbert heeft in het klassement 18 seconden achterstand op Farrar, dus hij heeft niet veel voorsprong nodig. Maar ze krijgen ook niet veel. Gilbert kijkt eens achterom. En hij ziet dat ze worden ingelopen. De ploeg van Garmin werkt hard, want ze willen Farrar natuurlijk goed afzenden voor de massasprint in de straten van Terneuzen. En in de sprint is er één mannetje vooruit. Het is een grote verrassing, want het is Robert Wagner van Skill Shimano die iedereen verrast. En sneller is dan alle toppers die aanwezig zijn en hij wint met lengtes voorsprong. Hij won vorig jaar ook al een etappe en wederom verrast hij iedereen. Robert Wagner is dus afgetekend de snelste voor Tyler Farrar en Alessandro Petacchi.